Boels en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we even langs Bitcoin en wat aanvragen van bijvoorbeeld een Manu, een Levi, een en een Shimon. Hartstikke bedankt voor de aanvragen. Laten we gelijk induiken. Bitcoin, Bitcoin begint niet echt veel. Als we er echt iets dieper induiken, Bitcoin boven. Ik zal hem even vergroten. Op dit level zijn we nu al vanaf 22 januari. De oorlog kwam hier een beetje, maar we zitten alsnog de hele tijd sideways op dit level. Dus er gebeurt gewoon niet echt veel. Die ene trade. Naar boven op de bounce trade is nog steeds in play. En voor de rest heb ik er gewoon niet echt heel veel over te vertellen. Als je het weer uh, een groter plaatje kijkt, zie je ook dat je echt nogal wat lager kan gaan. Ook net als hier, je krijgt een beetje een soort van downtrend. Het ziet er niet hetzelfde uit, want hier heb je nu twee keer geld erin laten springen. En hier ging dat wat matig en bleef je echt wel wat scherper dalen. Dus het is wel een ander patroon dan in dit gedeelte. Maar ja, het is sideways. En wat ik al zei, we zijn nu half maart. En vanaf 22 januari zit we al in dit gedeelte. Dus. Heb je hier nog geen beslissing in gemaakt, dan kan je beter doorleren. En dat bedoel ik niet slecht, ik bedoel het, uh, dat, je, dat je dan, als je nu maar steeds twijfelt, waarom zou je dan een beslissing nemen hier in dit gedeelte? En stel dat je er heel graag in wilt, waarom heb je dat dan al niet al gedaan? Maar het is allemaal geen financieel advies, uh, het is meer mijn kijk erop en ik zit al negen jaar in de crypto en. Ik wil jullie het goede gaan leren wat ik in die jaren heb geleerd. En tenminste, het heeft voor mij veel, uh, heel veel gewerkt en ook prima gewerkt voor een aantal jaar. En vandaag help ik, uh, ik helpt wel vrienden en familie en nu jullie. jullie. En de eerste aanvraag is dan ook van Manu. Um, even kijken. Dit was je eerste aanvraag. Hartstikke bedankt voor je aanvraag. En ik hoop dat je natuurlijk blijft hangen. Hè? Voor de nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Ik zei dat het wat slomer ging en daarna ging het opeens weer wat sneller met de abonnees. Dus hartstikke bedankt voor het abonneren. Roen, Roen heb ik hier ook al meegegeven. En eigenlijk staat de grafiek nog gebouwd op dat ene patroon hier. Of tenminste op dat ene moment hier. Dus dat je hier support vond en daarna had je hier de vips om winst te pakken. Waar ik hier ook die video's maakte met Roen. Is omdat Roen echt een gigantische move had gemaakt. Dus als er een een bounce zou krijgen dan was het wel Rune. En Roen die maakte dus echt een super mooie bounce. Om even de percentage naar boven te halen. Ik heb hem volgens mij wel een paar keer naar voren gehaald. Ik laat niet zo precies zien waar ik erin en uitsta. Maar ik, laat je wel. ik geef je wel een heel goed idee ervan. Maar die hele move is gewoon een 400%. En dat is niet normaal. Ik heb er echt al wat uit gehaald. Niet 400%, maar wel een aantal procenten. Zodoende zag je ook weer dat, deze, dat dit level belangrijk was. Maar dit level was nog belangrijker. Dit was echt een goede push-winner. En. Om dat, beeld te creëren, oh, om dat beeld te creëren van hoeveel procent Roon nou echt gestegen was. Hier had je gewoon echt jaren de tijd om een prijs hier te krijgen. Dus ik pak hem vanuit hier. En dan zie je dat Roon een 40.000% is gestegen vanuit, vanuit daar. Dus dat is een gigantische move. Een unsustainable move. Geeft vaak 80 tot 90% terug. Dan zijn we natuurlijk ook op een manier tot en met waar we zijn gekomen. En we, geven al, we hebben al 85% teruggegeven. Dus het kan net zo goed nu zijn bodem vinden. Je ziet ook dat die groene lijn, dit is mijn uitste. Hier zou ik meer gaan investeren. En dat is toch nog gewoon nog wel een stukje naar beneden. Zeg dat het niet kan. Je ziet hier ook, het gaat gewoon een 85% naar beneden als het zijn top heeft geraakt. En hier ook weer, het raakt hier weer wat. En weer een gigantische downmove. Hier ben ik ook uitgesprongen. En daarna eigenlijk een beetje het zicht verloren wel Omdat ik weer andere coins zag die op een ander moment er weer beter uitzagen. En dan, je hebt zoveel keuze. Op een gegeven moment moet je gewoon lijnen trekken en focussen op degene waar je, uh, ja, waar je, waar je in zit. Of waar je een beslissing in hebt, hebt gemaakt. En in zo'n trade kun je vaak wel meerdere trades maken. Dan ben je bijvoorbeeld ook gefocust op alleen roen. En dan kun je je veel meer uithalen dan in, uh, met tien verschillende coins tegelijk in de gaten houden. Maar je ziet nu eigenlijk... Ik wil hem heel even terughalen. Dus die vorige keer kwamen we tegen die 0.26 en het pierste wel een reactie, maar je ziet hier ook al die moving averages en je ziet nu ook weer je bent weer bij die rode. Dus grote kans dat je hier resistance gaat krijgen. Hier zou ik ook zeker winst pakken. En dus geen, eh, tenminste, als ik erin zou zitten. Want dit is ook gewoon weer een move van 122%. Dus een mooie move, waarvoor zou, je, waarvoor zou ik niet een stukje eraf halen? En een stukje, dan krijg ik ook wel vaker de vraag hoeveel zou je ernaar halen. Dat is per coin anders. Dus hoe, hoe, hoe jij erin zit. En hoeveel vertrouwen je erin hebt dat die hogere targets gaat pakken, dat, dat is per coin anders. Even kijken of ik de goede ga pakken. Ja. Nu zijn we in dit gedeelte gebleven. Want we hebben hier geen high-high gemaakt op dit gedeelte. En een lichtelijke low low. Ja, echt heel lichtelijk op dit. Het zijn allemaal kleine tekens dat we wel iets lager kunnen gaan. En je ziet dat we hier al een kleine reactie hebben gehad. Denk ik, heb nog niks gefine-tuned. Laten we dat gewoon heel snel doen. Ik wilde een korte video maken. Ik probeer er 20 minuten van te maken. Even kijken. Je ziet wel hier. laat... Eigenlijk zou je met liefst hier willen pakken. En dan zie je ook dat hij hem meteen helemaal goed pakt. En waarom ik hem meteen hier naartoe pak. Ik laat hem even hier staan. Nee, dat zie je weer niet goed. Ik laat hem even opzij. Ik deed hem eerst vanuit dit stuk. Maar dan zie je, hij valt. Hij vindt hier nog één keer support. En nadat hij daar support vindt, nadat hij zo'n move hebt gemaakt, valt hij echt naar beneden. Dus hij maakt me niet meer die move omhoog. Dus eigenlijk val je vanaf hier echt. En daardoor, dat is een beetje de fine nu. Ook al zou ik zeker ook hem hier zetten. Want je ziet ook wel dat dat wel een beetje werkt. Maar alsnog, als ik hem vanuit hier trek, dan zie je dat je hier al een mooie winstplek had, gepakt, had kunnen pakken. En dus dat is best wel een agressieve entry. Want hier heb je eigenlijk pas je verstandige entry. Dus het breekt eruit. En retrace. Dus hier heeft het eigenlijk een hele mooie entry gegeven. Maar nu volgende keer geef, een goede, uh, geef hem wat eerder dat, die, uh, dat seintje. Want hij kwam hier heel mooi terug. Ik denk dat je hier tot de 0.786 uh, bent gekomen. Of misschien wel tot de 0.83 bent gekomen. Hij heeft die square-up gevuld. Je laat de square-ups hier achter. En van daaruit. Je ziet ook bij die vorige keer kwamen we hier ook tegen resistors aan. Dus je kan hier ook wel wat uh, correctie of wat daling verwachten. En tot en met waar? Het kan zomaar tot en met hier gaan. Maar ik zou het eerder weer tot en met deze lijn houden. Als het hier support vindt, dan zou ik wat meer vertrouwen erin hebben in deze targets. Je ziet ook weer hoe mooi deze targets vallen. Je valt naar beneden. Je vindt hier ergens support op dat level ligt precies die 06 en 8. Dat ligt een beetje bij die 10,20 dollar. Ook weer een square -up hier in het gedeelte. Je ziet ook hoe mooi. Die Fibonacci's hier, uh, die open ruimtes laten zien. En die zat in één keer nog in mijn muis. Maar ik hoop dat dit je een beeld geeft. En uh, voor ons hoop ik dat het een goede retrace geeft om misschien hierin te springen. Want de percentages zijn super leuk erin. Dit is al 100, 122%. Ik wil toch even kijken hoe mooi die is teruggekomen. Want dit, je ziet, dit, dit soort entries krijg je gewoon niet vaak. Dus die kansen zijn super mooi. Je ziet het tot 0,6 en 8. Dan wil ik je nog wat laten zien. En dat is het laatste wat ik met Runo wil laten zien. Is de Trendbase Fibonacci. Dan wil ik gewoon deze om de lekkers mee te kijken. Wat ze daarmee willen doen. En ook weer daar. Ik krijg nu al kleine bevestigingen. Je ziet als ik hem een beetje fine tune. En let niet op die muis. Maar dit is fine tunen. Je ziet dat je nu, nu bij die 0.68 bent gekomen. En die is 1.68. Vloeit samen met die 0.68. Op die... Uh, op die Resistance trend. Uh, ik kom even niet aan mijn woorden, ik weet wat ik bedoel. En die 2,6 en 8 valt weer samen met die 0,786 en die 0.83. En eigenlijk ligt die 4.26 precies bij die vorige top. Dus waar die hier, laat die ook echt wel het square op achter. Dus dat is aan de ene kant mooi, maar we weten nooit wanneer die die terugpakt, want je valt hier in één keer naar beneden en je komt eigenlijk nooit meer terug. Dus hier zit ook gewoon nog wat om te vullen. En dat eigenlijk covert die 4.26 dat level. Dus zo gaandeweg heb ik gewoon levels waar ik winsten kan pakken als ik hier naar boven ga. En ik hoop maar nu dat je hier gewoon heel veel winsten uit kan halen. Heel veel succes en uh, ja, ik zie weer uit naar je andere aanvragen. Laten we doorgaan naar de volgende. We gaan vol de volgende is Link, is van Levi. Link hebben we natuurlijk wel een aantal keer behandeld. En Link die zit gewoon op een niveau, tenminste die is gewoon helemaal door de grond heen gezakt. Of helemaal. Even kijken, je komt... Hier hebben we gewoon mooie winsten. Je ziet ook weer hoe goed die 0.6 en 8 werkt. Het geeft wel tekenen dat we hoog gaan. Maar je ziet ook weer hoeveel tekenen het kan geven. Dat kan je ook helemaal voor de gek houden. Maar daarom pak ik winsten. Als ik hier geen winsten had gepakt. dan was ik, dan was ik alsnog met winsten eruit gegaan. Waarschijnlijk omdat ik mooie posities hierin heb. Maar als ik hier geen winsten had gepakt en gewoon bleef zitten. had ik weer die hele move teruggegeven. En stond ik misschien wel in de min. als ik geen stop los had gezet. Dus ja. Daarin moet je ook gewoon echt gaan leren dat je een stoploss moet gaan zetten. Als we gewoon even gaan kijken waar we zijn gekomen. Want ik heb hem hier ben ik gewoon, heb ik hem een beetje losgelaten. We hebben volgens mij nog wel een video gemaakt dat we weer deze moes. Dat zal het tot en met hier zijn gekomen. Nu heb je dus tot en met hier. En het is nog niet gefind. Want ik wil eerst eens weten waar we, zijn, waar we zijn gekomen. En ja, link is wel een mooie. Ook weer anders dan andere. Elke coin heeft een coronadip. Echt bij de bodem. Link is daarvoor gegroeid. Kijk links van het scherm. Link is daarvoor echt gigantisch gegroeid. Van de, even kijken, 55 cent naar de 5 dollar. Is gewoon keer 10. Dus 1000% gegroeid. En daarna bleef het daar range. Een beetje tussen die 1,50 en de 5 dollar. Daar bleef het echt een hele tijd in range. En toen kreeg je de Corona-dip. Waar andere coins echt de all-time uh, all loos hebben gemaakt is link daarboven gebleven. Zelfs dit level gewoon gehouden. Dus dit is een heel sterk level hier. Maar alsnog, we groeien er daarna uit. En ik wil hem gewoon even vanuit die dit meten. En voor jullie laten zien. Even kijken. Deze laten we veel los. Dan wordt het duidelijker voor mensen. Maar ziet, hier had ik al wat levels. Maar uiteindelijk... Ben ik heel nieuwsgierig of we nog naar dit level gaan? Want, dit is dus dat gedeelte hier, 1000% omhoog, range, corona dip. En daarna breek je die hier uit. Ik heb heel lang deze vastgehouden. Dus die uitbraak hier, die candle hier. En hier heb je dus ook een square. Maar ik denk dat we daar niet naartoe hoeven. Laten we het open. Ik ga hem toch wel highlighten. Maar hier, kijk hier heb je die sideways move en dan heb je in dit gedeelte heb je een grote square. En dat zou mijn ideale positie zijn om te gaan investeren in Link weer. Want Link heeft laten zien dat het anders doet, wat ik net liet zien. Het heeft enorm gepresteerd. Beter gepresteerd dan XRP of zelfs een ADA. Dus hou deze sowieso in de gaten. Dus een hele goede aanvraag. Uh, niet dat ik hem nu even loslaat. Maar hier heb je dus een square-up. Die square-up gaat een beetje van de 4,75. Eigenlijk die range. Dus die range ging tot de 5, zeg even 4,75. En dan tot en met de. Nou, zeg even 6 dollar. Tot en met daar. Dus tussen de. zeg even 5 en 6 dollar zou ik echt heel graag weer in, willen investeren. En kijk, daarna groeit het verder weg en komt het weer terug. Daarna groeit het weer ver, weg en komt het weer terug. Maar dit gedeelte heeft hij overgelaten. Nu kun je die retracement tool, en ik zit nu met deze, heb ik gewoon even niet nodig. Ik, ga die even, ik heb hem gehighlighted, waar ik hem vandaan haal. Nu wil ik hem vanuit hier halen. En dan krijg ik echt precies targets. Want vanuit hier, breek je er echt uit. Dus je hebt die range, je breekt er hier met de één grote kinder uit, waar je ook niet meer terugkomt, waar je die square op achterlaat. En vanuit daar wil ik meten. En dan zag je dat je hier een mooie level hebt, die 0.786. Eén keer, twee keer precies geraakt. Daarna gepierst. En daarna gaan we omhoog. Weer een gigantische bound En daarna weer naar beneden. We piercen dit level. We piercen dit level. En het lijkt erop alsof we deze ruimte hebben opengemaakt om hier naar beneden te groeien. Dan krijg je eigenlijk weer deze ruimte. Zie je? Het pierce dit level. Eigenlijk die 0.786. En het maakt eigenlijk de ruimte vrij om hier naartoe te gaan. Naar die 0.833. En dat ligt een beetje bij de 10.66. Dus ja, ik verwacht nog wel een beetje downside. Je kan hier ook gewoon het support krijgen. Ik vind het lastig om te bepalen of ik nou vanuit deze zou moeten gaan. Want hier heb ik hem al heel lang op. Hier heb ik ook hier wat winst uit kunnen halen in deze move. Maar nu, ja, ik denk toch echt dat we vanuit deze moeten gaan meten. Voornamelijk omdat we dit level eigenlijk één keer aanraken. En ik heb, kan hem niet echt precies find you ik op een daily zit. Maar je ziet dat je hem hier precies aanraken. Dus je kan hier wat support verwachten. Je maakt wel een lower low op dit gedeelte. Net zoals dat je hier een high, uh, lower high maakt op dit gedeelte. Dus allemaal tekenen dat we in een downtrend zitten. Als je dan naar targets gaat kijken, want daar is natuurlijk iedereen geïnteresseerd. In, dus dit gedeelte om te investeren, hier in trader. Trader kan gewoon ook wel een tijd duren, natuurlijk. Even kijken, hier val je er echt. Met deze kern val je door de grond. En dan val je tot en met hier. En. Je valt wel echt van de, vanuit deze candle. Je hebt nog niet echt iets geraakt. Ik had het idee dat ik hiervoor, ik heb wat voorwerk gedaan, dat ik veel betere targets kreeg. Waarschijnlijk omdat ik uit deze ging meten. Maar hier zit ook een hele grote square. Hier in dit gedeelte. Een beetje rond die 30 dollar zit een hele grote square. Op. Dus die wil ik ook gecoverd hebben. En dan moet ik wel vanuit hier meten. Want dan komt die 0,83 en die 0,786 precies bij dat gedeelte. Dus ik laat hem gewoon vanuit hier. Want dan heb ik waarschijnlijk wat betere targets. Dus je ziet ook weer die steile downmove. Die wordt nu wat gebogen. Dus je krijgt wat lucht. Het kan ons nog gewoon in één keer naar beneden vallen. Want je ziet het wordt gepierst. Je hebt hier ook nog een wik hier zo. Dus stel dat we hier doorheen zakken, dan is het volgende level waarschijnlijk 8,90. Tot de uh, 7,50 en daarna kom je bij die square in dit gedeelte. Maar goed, je hebt hier dus een mooie ruimte. Stel dat je er niet in zit, dan is dit je risico, je eerste risico. Als ik er nu ook blind in zou stappen, dan zou ik een stop los van ruim 15, zeg even 20% zetten. En zodoende zou ik er dan gewoon in blijven zitten om deze move misschien nog mee te kunnen pakken, want hij laat wel wat grote square's achter, zoals je kan zien. Hier in dit gedeelte en hier ook nooit terugkomen. Ik kan het ook allemaal achterlaten en meteen naar beneden gaan. Dus laten we hopen voor niet. Uh, maar het ziet er niet allemaal rooskleurig uit. Zoals jullie wel hebben gemerkt. Uh, de uh, volgende is Win. Win komt van Short. Ik ga denk, uh, even kijken. Ja, Win wil ik eigenlijk er wel kort mee zijn. Want ik heb hier best wel een beetje de grafiek voor jullie. Dit is nog van die vorige keer. Dus hier ging ik die extension tool meten. Daar zijn we nooit gekomen. Dus kan ik kan het eigenlijk gewoon weghalen. We hebben wel weer die belangrijke target gehad hier bij die 0.382. En deze is niet verder gekomen. We meteen weer door de grond heen gezakt. Het was dus eigenlijk een lelijke beervlek om verder naar beneden te gaan. Maar ook weer hier. Je ziet hem nu een beetje afbuigen. Ik ga hem gewoon wel even voor jullie missen. Ik wil hem kort houden, maar... Je ziet hem een beetje afbuigen. Maar hij blijft maar waarde verliezen. En hij komt niet voorbij die blauwe moving average. Je ziet dat hij het wel probeert. Hij test het één keer, twee keer, drie keer. Misschien niet dat hij hem hier ook nog een keertje test. Dus wellicht, als hij daar support vindt, dan kan ik naar targets gaan kijken. Ik kan hem vanuit deze week gaan trekken, maar ik heb liever deze week. Want dit is eigenlijk die higher high op dit gedeelte. Valt hij weer hier naar beneden om support te houden. Om een higher high te gaan maken. Maar het lukt hem niet. En daarna valt hij naar beneden. Dus vanuit daaruit wil ik hem weer vanuit hier meten en niet die hogere. En dan krijg ik best wel een mooie targets. Ik zit hem wel van heel ver te meten. Voor mezelf is dat het ook een beetje ver. Uh, dus ik pak gewoon die eerste week En ik kan hem misschien ook wel vanuit deze candle. Dan had je hier al targets kunnen hebben. Maar met win ook weer. Die eerste targets zijn denk ik het belangrijkst. En die eerste targets zijn ook gewoon super mooi. Je hebt weer een mooie rest reward plek. Want je stop los kun je echt heel strak zetten. Of niet super strak, maar wel dat je in ieder geval een beetje veilig zit. En dan kun je deze move maken van 60%. 60% is super mooi. Daarna de rode moving average zie je hier ook komen op de daily. Dat zou maar uit de zijn. Het ligt een beetje rond de 95%. En het ligt dus een beetje. Ik zit op UST, een halve cent weer. 0,6 en 106%. Prima trade als je tot en met hier komt en je ziet ook die range. Als je stelt dat hij hier support houdt, is het wel een mooie range om in te gaan traden. Want het is wel steeds een ruimte van 150 tot 200 procent. En je kan hier dus mooi procedures. Dus het is een goede aanvraag. Sure, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Levi, je hebt nog een aanvraag, dat was UMB. UMB vind ik een beetje lastig. Zie je veel van die Wix. Ik denk dat dit een beetje de beste is. Een Wix tot 30 dollar en je bent nu bij de 9 cent, bijna bij de 10 cent weer okay, met deze. Je hebt een mooie restgewaard plek, maar je kan altijd lager gaan. Dus besef dat het kan hier ook gewoon doodbloeden of gewoon jaren blijven hangen. Dat was even om te laten blijken dat je niet overal moet blind opstaan. Ook al ben je helemaal beneden. De prijs is super mooi naartoe gekomen. Ja, het laat echt alleen, het verliest alleen maar waarde. Dus ben ik hier dan super geïnteresseerd in? Een beetje, omdat het een mooie positie heeft. Je ziet ook, ik wil toch even kijken wat de ruimte is. Ik denk dat ik toch mijn woorden terugneem, want het is wel een ruimte van 900%. Maar ik kan ook gewoon het geduld hebben. En ik weet niet of je erin zit, leven, maar. Maar dit is wel een mooie agressieve entry. Je kan ook gewoon het geduld hebben, en dat doe ik eigenlijk het liefst: dat hij hier doorheen breekt. En daarna, of tenminste ergens tegenaan hikt. En daarna in de ritres kopen. Je ziet ook al dat hij dat hier probeert. Dus ik wacht liever daarop en ik kan altijd nog een agressieve entry maken en zo door de grond invallen, Dus pas daarmee op. Maar als we omhoog gaan, dan zullen de percentages dus super mooi zijn. Wat ik net al meet, stel dat je hem dus echt van deze bodem, de agressieve entry, kan pakken, dan is je eerste target al om 213%. Verder ga ik niet, want dan worden mensen denk ik een beetje foonmachtig. Terwijl ik dus als eerst laat zien en het verliest alleen maar waarde. Dus er springt niet echt veel geld in. Qua volume zie je het wel een beetje omhoog. Je ziet wel opbouwend volume. Dus het kan wel wat betekenen, leven. Hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik ga erin. Hoeven jullie niet te doen, doe ik. Ik maak de video ook op 14 maart 18.10 uur. 10. Even tussendoor en hij duurt weer langer dan ik dacht. Maar hartstikke bedankt. De eerste target is dus wel heel hoog. En misschien dat je het eerst als, uh, uit deze weer kan meten. Maar we komen er wel op terug. Die, dit zijn de targets. Even kijken: de laatste aanvraag is van Simon. En dit is wel mijn favoriet. Ik vind het wel echt een goede aanvragerrondje. rondje. Want het zijn echt super goede coins en ook coins die wat anders laten zien. Even kijken, automatisch. Ik zit bij engine altijd te kijken welke ik gebruik. Maar je hebt eigenlijk dat level wat we hier uitlichten en wat we vanuit hier hebben getrokken. Dat bleef nu een beetje op support. Hier kreeg je wel een bounce, maar je breekt nog niks. Maar stel dat we hier weer support houden. Want hier ga ik wel gewoon kort op zijn. En heel kort ook zijn dat deze anders is dan de andere. En weer wat beters laat zien. Want hier maken we nog steeds een higher low op dit gedeelte. Waar anderen dus een lower low maken op dit gedeelte. Maakt deze een higher low. Deze maakt ook nog steeds een higher high op dit gedeelte. Het is weggesprongen. Enstead of move geeft vaak 80 tot 100% terug. Hij heeft het teruggegeven. Dus het kan zomaar. Nu hier zijn support gaan vinden. Het laagste level zit natuurlijk hier. Bij deze Wix hieronder, die ik hier vandaan haal. Dus dat is gewoon je risico hier beneden. En dat is toch gewoon tot een 77 cent. Vind je geld niet leuk. Het liefst wacht ik weer tot hij hier uitbreekt. Je ziet nu, er springt geld in. En het lijkt wel wat meer support te houden. Kijk ook bij al die coins op hun RSI. Dan zie je allemaal bullish uh, inkolving, uh, of bullish inkolving candle. Bullish uh, divergence. Even kijken, ik wil hier gewoon mee kappen, want ik wil er een veel kortere video van maken. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor de aanvragen. Voor Engine heb ik deze targets, maar ook nog. Oh, niet die, maar deze targets. Je ziet dat die hier al lekker werkte. In één keer. En dit was toch al volgens mij 50%. En ik vind de Engine gewoon lekker om te en omdat ik daar meer op focus. Als ik me op één coin focus, weet ik precies de prijzen waar ik kan kopen. Net zoals wat ik bij de KMD liet zien. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer terug en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en te liken en te delen. Doei, adiós.